Jezus. En dames en heren, daar lopen de spelers en het arbitrale trio het veld op voor de wedstrijd Hoog aan de Veen, Vriendenschaar. We onder luid applaus van het al aanwezige publiek op het zonovergrote Willem Thomas Sportcomplex. Met voorop scheidsrechter Tiesinga uit Wormerveer. Hij is 26 jaar en is net als Hoog aan de Veen afgelopen jaar gepromoveerd naar een groep hoger. En daar is de line-up van de wedstrijd. De handen worden geschud voor een belangrijke wedstrijd vandaag. Gaat het kampioenschap binnengesleept worden Hoog aan de Veen? Of gaat Vriendenschaar zorgen voor een ongelooflijk spannende slotfase in deze competitie? Vriendenschaar die een bijzondere periode heeft gekend. De eerste periode alles heeft gewonnen. Daarna werkelijk alles heeft verloren in de tweede periode. En de derde periode weer alles heeft gewonnen. En vandaag staan ze hier op het Willem Thomas Sportcomplex. Om voor hun Hoog aan de Veen naar de slagbank te brengen. Maar Hoog aan de Veen die maanden niet meer heeft verloren. De laatste keer tegen Zeist thuis. Zal dat natuurlijk proberen te voorkomen. En met een beetje geluk zelfs een hele bijzondere dag ervan te maken. De tos wordt gedaan door scheidsrechter Tiesinga. Met pupil van de week Jarno Koller erbij uit de E4. Jarno Koller trapt daar de bal af. Voor het eerste goede moment van Hoog aan de Veen. En dat is een prima doelpunt van Jarno Koller in de rechteronderhoek. Uitstekend gedaan. En dat was pupil Jarno Koller die daar de eerste goal maakte voor Hoog aan de Veen. Maar officieel staat nog 0-0 en daar trapt Vriendenschaar af voor de eerste helft van deze belangrijke mogelijke kampioenswedstrijd hier op het Willem Thomas Sportcomplex. Waar Vriendenschaar de eerste wedstrijd met 7-1 Hoog aan de Veen billenkoek gaf, is het nu zaak voor Hoog aan de Veen om aan te haken. De wedstrijd is van start en er zijn vrijwel geen wijzigingen in het elftal van Hoog aan de Veen ten opzichte van vorige week. Helemaal geen wijzigingen en het is zaak om er gelijk vanaf het begin in te kleunen voor Hoog aan de Veen. Vriendenschaar met de eerste momenten van balbezit. De bal wordt gelijk doorgegeven aan de rechterkant. Balletje komt gelijk voor de goal en op het hoofd. Van Vriendenschaar. En het eerste moment is voor Vriendenschaar vandaag. Ingooien Andrew Dillissen op Menno Bos. Duel om de bal. Gaat hoog de lucht in. Weer via Menno Bos. Half in de kluts. Rijn van Diemen probeert er tussenuit te komen. Nu de bal in de scrimmage. Hoog aan de Veen laat zich nu iets inzakken. Terwijl Karel Knaap toch beveelt de mannen wat verder naar voren te stappen. Menno Bos in duel, verliest dat duel. Bal gaat op Freek Thomassen. Wordt naar voren gespeeld. Danny de Graaf. Oh, hij wordt daar doorgestoken op Laszlo Duister. Kan hij daar een hele heen gaan? Laszlo Duister. Oh, hij gaat door. En een overtreding. Het is geen overtreding. Het is hier nog onduidelijk. Het is wat de scheidsrechter nu doet. Hij geeft een overtreding tegen Laszlo Duister. Nu, via Andrew Dillissen wordt Laszlo Duister gezocht. Laszlo daar in balbezit. Met zijn verdediger in zijn rug. Altijd sterk. Goed op Mark. Krijgt een klein setje, maar het mag. En dan wordt doorgespeeld met een Bos. Die komt er beneden, die Graaf. Oh, en dan kan hem in één keer raken. Dat doet hij heel goed. Jammer. Met de balverlenging op Cohen. Door op aanvoerder Amelink. Cohen legt de bal naar de rechterkant. De bal wordt voorgeslingerd. Idrissi daar, die was net ook al gevaarlijk met zijn hoofd erbij. En opnieuw kan hij de bal raken. Bal ingeleverd nu in één keer. Laszlo Duister. Hij staat er eigenlijk alleen voor. Niemand staat daar om hem te ondersteunen. Via Laszlo Duister geprobeerd te verlengen. Gaat ook weer het luchtduel in. En wint het luchtduel. Nou is er een moment voor Hoog aan de Veen. Ah, dan wordt die bal wat roekeloos gegeven. Is jammer. En nu is het even gevaarlijk. Goed opletten dat er niemand in de rug wegloopt. Want daar is Cohen weg. Kan hij de bal binnenhouden? Ja, dat kan. Hij geeft hem voor de goal. En daar valt hij ook voor Vriendenschaar. Oh, dat was een mooi uitgespeelde goal van Vriendenschaar. Goed voor de keeper gekomen en Cohen maakt de goal. Het is 1-0 voor Vriendenschaar. Eerste wissel bij Vriendenschaar is vroeg. Idrissi, die een hamstring lijkt verrekt te hebben, moet eraf. En wordt gewisseld door Ilias Dari.
Cornerbal van Brian Schimmel. Cornerbal wordt daarin gedraaid. En dan komt er gevaarlijk. En daar is de goal. Ja, daar is de goal. Van Ryan van Diemen. Daar staat hij op de goede plek. Oh, wat een mooi moment in de wedstrijd. Het is 1-1. En dit is heel belangrijk om snel die aansluitingstreffer te maken voor het vertrouwen. En dat doet Ryan van Diemen geweldig. Ah, hij staat op de goede plek en een goede corner van Brian Schimmel. En het is 1-1. En dat geeft vertrouwen voor de ploeg van Karel Knaap, die al wel 3 eerdere mogelijkheden heeft gehad om een doelpunt te maken. Helemaal met de eerdere uitwedstrijd bij Vriendenschap, waar het al snel een doelpuntrijk Verstijn was, is het nu 1-1 en dat is een terechte tussenstand. Op kan gaan. Duel van Andrew Dillissen op Cohen. Oh, die kan hem mooi meegeven op de invaller. En die kan richting de 16 gaan. Die gaat schieten. Oh, en die valt er zomaar overheen. Waar Mike heel veel pech heeft. En een miscommunicatie heeft met de bal. Daar is het 1-2 gelijk alweer. En dat is een dreun voor Hoog aan de Veen. Mike Brands op Freek Thomas. Prima opgebouwd door Hoog aan de Veen. En de keuze voor de lange bal, die is heel goed op Brian Schimmel. Oh, dat is jammer. Inworp, Tim van Nidderkingen. Vanaf de zijkant kan die in de 16 meter komen. Dat kan die. Kan die daar verlengd worden? Hij komt op zijn hand. Maar... En daar geeft hij een penalty. Scheidsrechter geeft een penalty voor een handsbal. En dat leek me een terechte beslissing. Het is een heel spannend moment op dit moment. Publiek in vele getalen meegekomen. Daar komt de strafschop voor Roy Thomas en hij zit erin. En het was even spannend. Maar dit is een heel goed moment in de wedstrijd voor Hoog aan de Veen om op 2-2 te komen. En daar het rustsignaal van scheidsrechter Tiesinga. Het staat 2-2 en dat betekent dat alles nog open ligt. Daar staan we klaar voor de tweede helft. Hoog aan de Veen, Vriendenschaat, staat 2-2. En de volgende 45 minuten gaan bepalend zijn voor de uitslag. En wie weet wel een kampioensfeest. Bij HDS staat nog 0-0, officieel bekend. En de 2-2 in de laatste minuut van de eerste helft blijkt een zeer terechte penalty te zijn van de scheidsrechter. De bal kwam duidelijk op de hand en er was een onnatuurlijke houding van de aanvoerder van Vriendenschaar. En zo gaan we de tweede helft in. En inworp voor Hoog aan de Veen, Mennebos gaat hem voorslingeren. Komt er bij de tweede paal, Brian Schimmel. Oh, jammer. Als hij hem goed raakt, dan is hij in staat om dit soort ballen binnen te schieten. En daar wordt de bal ingebracht met de doeltrap van Honig. Op Andrew Dillissen. Krijgt een vrije trap tegen. Oké. En daar komt de bal ingebracht. Oh, Mike Bransen zit er goed bij. Oeh, en die wordt daarover gekopt uiteindelijk door Martina. En daar moet Andrew Dillis het veld verlaten. Het lijkt dat hij een blessure heeft. En Jelmo van Dijk gaat invallen in deze wedstrijd. Jelmo van Dijk, die dit seizoen wat wisselend in eerste en tweede heeft gespeeld. En zijn debuut heeft gemaakt. Ook zijn eerste goal al binnen heeft geschoten. En nu op de plek van Andrew Dillis als linksback gaat fungeren, zoals ik het kan inschatten. Bal wordt ingebracht door Brian Schimmel naar de eerste paal. Komt via tegen een rug van een vriendenschaarspeler aan. En op een cornerbal voor Hoog aan de Veen. Dat betekent dat het druk blijft. Dus was weer een goede corner van Brian. En hij gaat voor zijn vijfde corner van deze wedstrijd. Ryan van Diemen weer voor de goal. Daar komt de corner. Inslinger, tweede paal. Oh, daar was Roy Thomas bijna bij de 3-2. Hij sprong net iets te vroeg. Lo Duister met een goede bal op Roy Thomas. Goed naar links. Op Brian Schimmel iets te strak en goed verdedigd. Goed verdedigd door Kranenburg, die gelijk ook een bal diep geeft. Bal wordt voorgegeven. Oh, die staat helemaal vrij, maar oh, wat goed verdedigd. Ryan van Diemen in alle rust op Mike Bransen. Zijn handen, en dat is toch wel echt klasse. En Cesar gaat eraf en dat betekent dat
Hazenberg hem gaat vervangen. Maar ondertussen wordt eerst nog Brian Schimmel gewisseld voor Ruud Vos die erin komt. En Carisha gaat erin komen. Voor de verdediger Veldhuizen die eruit gaat. Het is geen oogstrelend voetbal. Vriendenschaar nu in balbezit. Bal gaat naar de buitenkant. Wordt daar ingebracht naar de eerste paal. Nee, oh, en daar geeft de scheidsrechter een hensbal. En opnieuw is het moeilijk te zien voor ons of hij daadwerkelijk op de hand komt. Maar de scheidsrechter geeft een penalty voor Vriendenschaar. Maar eerst moet hij nog in. En kan Mike Brandsen zijn foutje van de eerste helft goed maken met deze penalty. Ik zou hem kunnen pakken. Mike Brandsen. Kijk naar de mal. Mike Brandsen, maar hij kan hem niet pakken. En de bal gaat door het midden. In de goal. En Vriendenschaar viert uiteraard de goal. Met z'n allen, want die kunnen ze goed gebruiken. Nou, na de 3-2 van Vriendenschaar gaat deze knotsgekke wedstrijd weer verder. En Hoog aan de Veen. Oh, dat is een vieze overtreding. En daar de vrije trap van Mark. Richting de tweede paal. Roy Thomassen. Oh, goed gered van de keeper. Dat is gelijk een moment voor Hoog aan de Veen. En dat is fijn. Tim van Nederkingen. Met de inworp. Alles op alles nu voor de Venus. Goed erin gekleund daar. Menno Bos krijgt de overtreding mee. Er is inmiddels paniek bij Vriendenschaar. En dit is het moment voor Hoog aan de Veen om ze daarin te breken. Inworp van Jelma van Dijk. Valt daar in de 16. Danny de Graaf. Nee, Mark heeft Geitenbeek. Kan die erbij? Oh, dat is jammer zeg. Inworp. Mark kort met de bal op Roy Thomassen. Goed gedaan. Kan hem mooi doorkrijgen op Menno Bos. Kan hij hem voor de goal krijgen? Ja, daar is Roy Thomas. Goede bal zeg op Mark. Oh, hij valt er overheen. En hij gaat erin. Hij gaat erin. Ja, geweldig. Ja, dat is de 3-3. Oh, wat een lekkere goal. Wat een lekkere goal. En wat uitstekend uitgespeeld. Ah, het publiek gaat los hier op Willem Thomas Sportcomplex. Wat een sensatie. Het wordt 3-3 met nog 9 minuten te spelen. Oh, wat een geweldige goal. Oscar Cardoza gaat erin komen. En Freek Thomas gaat het veld verlaten. Oscar gaat zijn hele hebben en houden erin gooien om de winst, of eigenlijk het gelijkspel, over de streep te trekken. Ingooi Vriendenschaar. Nu steeds Vriendenschaar in balbezit. Dat is een makkelijke beweging. En de bal komt voor de goal. Wordt half weggekopt. En daar verdedigd. En goed gekiept door Mike. Het zijn... spannende momenten. Iedereen voelt dat het spannend is. Het is wachten op het fluitsignaal. Bal weer voorin gebracht. Oscar, die werkt de bal weg. Die kan daar verdedigen. Wil hem wegschieten. Krijgt tegen zijn hand aan. Hij mag doorspelen. En dan kan die bal voorkomen. Laszlo Duister als hij hem in één keer geeft. En daar is het eindsignaal van de scheidsrechter. En het is 3-3. En een ongelooflijk belangrijke uitslag voor Hoog aan de Veen. Dit is een uitslag wat misschien wel het kampioenschap betekent. Het is nog niet officieel zover. Maar dit betekent dat Vriendenschaar afhaakt voor de kampioensreeks tegen Hoog aan de Veen. En dat betekent dat ze op 6 punten voorstaan. Waar Seestem ook de overwinning heeft behaald tegen ADS. En dat betekent met nog 2 wedstrijden te gaan. Kan het volgende week of de week erna gebeuren. Een geweldige prestatie en wat een spanning vandaag. Hier op het Willem Thomas Sportcomplex. Ik denk dat de meeste de belangrijkste uitslag al weten. Seestem heeft gewoon dik gewonnen. Dus we zijn nog geen kampioen. Maar we hebben wel een man of the match en we hebben er deze keer 2. Ik wil graag hier naartoe hebben Laszlo en Mark. En dat zei je wat anders. Ja, ik krijg je niet van om thuis. Ik ben er niet bij ons. Sport. Buitenspanning voor mij en voor sport is niet groter. Wordt volgende week gewoon kampioen, jongens.